Welkom lieve tweelingen en crosswatchers. Dit is jullie liefdesreading. We gaan kijken naar de tweelingen, de mensen die met een tweeling te maken hebben. Of een ieder die zegt van nou, ik word aangetrokken tot de titel van deze reading. Of in wat voor hoedanigheid dan ook. Vandaag gebruik ik de Psychic Tarot Orakel deck van John Holland en de Tarot Royale. Wat mogen wij weten in deze liefdesreading? Wat is relevant voor de tweelingen om te weten? Het is een tumultueuze periode geweest, hoor ik. Waar heel veel moest veranderen en die verandering heeft ook plaatsgevonden inmiddels. En het kan zijn dat je dat intuïtief doorkrijgt. En er breekt dus een periode aan voor degene die hier dus voor willen gaan. Van dat je niet meer vastzit, maar dat je dus inzichten krijgt over waarom iemands gedrag zo was. En dat er ook potentieel ligt om dit nieuw leven in te blazen. Dus voor velen gaat het om een ex. Victorie en succes, dat is wat ze graag willen. Het kan zijn dat deze persoon ook sterke leeuwplaatsingen heeft of dat jij dat bent. We hebben na een periode van afzondering en een periode van reflectie, hebben ze bepaalde gezonde keuzes gemaakt. En gaan nu veranderen op het vlak van financieel en materieel. Dus dat materiële hebben ze losgelaten. Ze weten nu wat deze liefde voor waarde heeft. En ze zijn nu wel in staat om gezondere keuzes te maken. Iets wat jij misschien al die tijd al had gehoopt dat ze zouden doen. Er waren verschillende obstakels en uitdagingen. Daar zal deze persoon je over gaan informeren. En zij hopen op een nieuw begin. Zij hopen dat je daarvoor open staat. Wat ik zeg, hoop is er. Hoop op samenwerking. Hoop op het terug vertrouwen te krijgen. Hoop op een gezamenlijke toekomst. Met de aas van staven, dit is de aas van munten, de aas van staven, hopen ze ook dat er nog altijd passie is van jouw kant. Dat je daarom ook dit nog een kans wil geven. Ze weten dat ze de ruimte nodig hadden om zich terug te trekken. Dat zien we hier ook terug. Ze zaten diep in hun emoties, maar alleen door zichzelf terug te trekken konden ze reflecteren. En uiteindelijk hebben ze ook hun angsten, hun emoties kunnen helen. En ze hopen nu terug samen met je te werken. Ze hopen ook dat je hier nog je medewerking aan wil geven met kaart 8. En ja, je ziet hier een vallende ster. Dus ze hopen ook dat dit nog altijd een van jouw wensen is om weer terug samen te kunnen komen. Wat mogen wij weten over victorie en succes? Dat is de energie waar ze nu in zitten. We willen met jou naar rustig vaarwater gaan. Veel communicatie, veel duidelijkheid verschaffen met die blauwe cape. Zodat er een goed fundament komt en zodat er terug vertrouwen komt. En zodat jullie alle twee met een gerust hart een nieuwe richting uit kunnen gaan. Ze zullen langzaam maar zeker eerst met een klein geste komen, een klein berichtje komen.
niet meer koud en afstandelijk zijn. Maar je ziet ook, zij zit hier met een boek, dus ze heeft veel geleerd, veel inzicht gehad over zichzelf. En dan een blauwe jurk aan, dus wil erover communiceren met je, waar ze doorheen zijn gegaan. Dat ze afstand doen van het materiële, dat ze nu weten wat deze liefde waard is en dat ze daar ook voor willen gaan. Dat ze dat ook trouw willen zijn. Door al die inzichten willen ze dus nu niet alleen maar vertellen dat ze ervoor willen gaan, maar ook het laten zien. Dus actie gaan ondernemen. En door de vele obstakels en uitdagingen die zij hebben moeten trotseren tijdens het terugtrekken, realiseren ze zich nu wat het allerbelangrijkste is en wat hen daadwerkelijk gelukkig maakt, en dat is deze connectie. Ze hopen op een nieuw begin. Na een periode van tumult, van het niet weten waar je aan toe bent. Het kan zijn ook dat zij zelf ook niet wisten wat ze wilden. En daar hopen ze nu een einde aan te maken. Ze willen met je samenwerken, ze willen meer hun emoties uiten, laten zien. En zullen dus zichzelf verder gaan openen. En het kan zijn dat in het verleden dat ze juist heel erg afgesloten waren, omdat ze andere emoties, gevoelens hadden die ze een plaatsje moesten geven. Ze komen dus in instantie met een bericht zo van: nou, ik ben er klaar voor, ik wil hiervoor gaan. Ik heb mijn les geleerd. Ik wilde graag financiële stabiliteit, maar de liefde is veel en vele malen belangrijker. En zullen daad bij woord voegen. Dus ze zullen, als jij hen de kans biedt, ook volledig medewerking vertonen. Genegenheid tonen, geïnvesteerd zijn, geïnteresseerd zijn. Dus echt hun emoties naar de voorgrond brengen. En hopen dat de boel terug in balans kan worden gebracht. Dat er terug vertrouwen is. Dat jij je ook durft te openen voor de liefde. Dat jij voldoende draagkracht ziet om hier ook in te gaan investeren. Want dit soort zaken, daar heb je altijd elkaar bij nodig. Dat kan niet van één kant komen, natuurlijk. Onderaan dit dek heb ik kaart 3, dat is de solar plexus. Dus terug het vertrouwen geven, maar ook terug. Jezelf openstellen om je weer kwetsbaar te tonen en om de ander het vertrouwen te geven van dat ze het waard zijn, dat deze relatie het waard is. En hier hebben we dus die eerste start met de schildknaap van munten, jou iets substantieels bieden waar je wat mee kunt. Uit de trots komen en open en eerlijk en vanuit het hart met jou communiceren, want het heeft een groen gewaad aan. Dit is wat ze voelen, dit is ja, daadwerkelijk waar ze voor willen gaan en hun trots zetten ze. Hun trots zetten ze daar buiten. En ze hopen ook dat jij daar ook open voor staat en dat je ook je uiteindelijk zelfverzekerd voelt om niet alleen dit toe te zeggen, maar ook samen de diepte in durven gaan voor deze connectie.
een nieuwe kans te geven. Deze persoon zit in een nieuwe energie. Alleen als jij dus ook vanuit een nieuwe energie, dus de pijn, de verdriet, teleurstellingen, dat je die allemaal los durft te laten. Als jij die persoon durft te vergeven. En als jij toch jezelf weer durft kwetsbaar op te stellen om het er nog een kans te geven. Alleen dan zal deze connectie een kans van slagen hebben. Dus aan jou de vraag of jij hiervoor wil gaan. Dankjewel voor het kijken. Veel liefde en licht. Namaste.